Super gezond. Echt niet leuk, want ik moet nu bij H. Dit soort taken is echt totaal niet erg. Ik zoek al eeuwen naar een broek. Ik word er gewoon gek van. Sowieso even naar een broek houden. Dus ik ga ze gewoon even allemaal passen. Een broek maakt mijn benen gewoon niet mooi. Wie heeft dat ook? Ik wil gewoon niet zo goed lauw muziek zijn. Ik kan het niet. Het is zeg maar zo'n hele zachte panty. Oh, hij kan ook in mijn vensterbank. Stoer. Hans en Grietje, horror. Maar het was echt geen horrorfilm. Die zegt hij, het is zo raar, ik kom hier net en nu krijg ik zo'n zodat body niet mijn huis onder kan poepen. Wie wil dit? Iedereen. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 16:45 en ik was dus donderdag en vrijdag om 18:00 naar huis gegaan. Zodat ik de week rustig begon, maar echt vandaag 10.000 dingen die ik moest doen die ik niet had zien aankomen. Echt, wauw. Dus het is keihard werken deze maand. Komt goed. Goedemorgen, middag. Ik ben ziek helaas. En nu ga ik even eten maken. Ik heb echt heel weinig in huis, maar ik heb heel erg honger. Dit is best wel calorierijk, maar ik ben ziek en ik wil gewoon gezond eten. Dus ik heb gerookte kip, een avocado, limoen, ik doe maar wat, bonen. Het is echt heel voedzaam. Ik heb zoveel honger. Mijn sugar snaps. Olijfolie en zout en peper. Ik denk dat het wel lekker is. Ik heb verder niet echt iets. Ik heb ook geen wraps of crackers of brood. Want ik wilde vandaag boodschappen doen. Maar ik heb nu boodschappen besteld. Wow, het klinkt heel zielig, maar dat doe ik niet expres. Oh, super lekker. Die sugar snaps vraag ik me alleen af, moet ik ze snijden? Doppen of zo? Want het is echt een beetje draadjes aan, maar een klein beetje uitdoorgaan, niet te veel voor de buikpijn. En dan denk je misschien, je had toch ook eten nodig op je werk? Ja, dat ligt op mijn werk. Dus vandaar dat ik niks in huis heb. Dit ziet er wel echt heel erg lekker uit en super gezond. Het is geen recept. Ik heb gewoon van alles bij elkaar gegooid. Wow, yummy. Als je ziek bent is dat wel helemaal chill. Boodschappen zijn bezorgd en jullie vinden dat altijd leuk om te zien. Dus ik film het altijd lekker slordig, maar dat is niet zo erg. Het heeft echt niet zoveel zin om na te denken over gerechten en zo, maar ik heb maar... 3 zalm? Heb ik per ongeluk 3 zalm? Was het daarom zo duur? Nee, meen je niet. Of heeft zij me 3 zalm gegeven? Dat zou wel leuk zijn. Huh? 3 komkommers had ik. Ze hebben nou 3... Hij heeft me 3 zalm gegeven. Wat? Dat vind ik heel leuk, maar het slaat helemaal nergens op. Oké, nou, wat heb ik? Oordopjes. Stofzuigerzakken waren 1 per se gratis. Wat weten jullie, dat is vol. Voor het weekendje met H. Eieren... Sap, want ik heb nog zo'n smoothie mix in de vriezer en dan moest je sinaasappelsap bij. Dus deze leek me wel heel erg lekker met mango en appel. Deze wortels zijn heel lekker, ook voor borrel met H. Kipfilet plakjes vind ik gewoon super chill om te hebben. 2 zakjes sla, ik dacht het wel gezond, kan ik weer mijn stem ging trouwens beter salade eten. IJsberg en veldsla met tomaatjes, komkommers, ik heb paprika. Voor mijn muesli doe ik nu dus steeds deze frambozen en blauwe bessen. Voor met ei met H leek ontbijtspek me wel weer heel erg lekker. Dit vind ik dus heel vies, maar haat drinkt dat. En omdat ik nu dus ook heel veel last van mijn buik heb, dacht ik, koop dat. Hij zei, koop het nou. Dus ik deed het. Melk voor 's ochtends. Yoghurt voor elke ochtend. Voor met borren met H. Weet ik niet meer waarom ik dit heb gekocht. Maiswaf was ook voor werk. Limoena vind ik gewoon lekker in water of over eten of wat dan ook. Heel veel citroenen, want haat drinkt heel veel citroenen en ik nu ook. Dus 15 citroenen. Carbonel, zwarte olijven. Ui om mee te koken. Deze wilde ik gewoon weer in de kast hebben staan. Roggebrood is nu wat ik eet als brood. Dit vond ik ook leuk met haar, want hij houdt van pure chocola. Ik dacht lekker. Brood voor het weekend. Want dan hoefde die in de vriezer ook gewoon afpakken. Voor rum cola, als we dat willen drinken, is lekker. Ik had zin in snoep. Jullie vinden dit altijd leuk om te zien, die boodschap. Dat snap ik echt wel. Deze waren weer 1 plus 1. Mijn muesli, die gewoon geweldig is. En... de shampoo was weer bijna op. Morgen ga ik trouwens even naar de kapper, want dat kan wel makkelijk. En nog bonen. En dan zijn dat al mijn boodschappen. En dat was €88. Veel, hè? Deze had ik al eerder gezien, maar die was nu €4,50 of €5. En ja, ik heb genoeg kleedjes, maar ik vind deze wel heel erg mooi. Die heb ik ook gekocht. Ik weet niet, ik vond het echt wel een heel mooi kleedje. Zoals die panter die ik hier heb, is heerlijk. Een beetje vol, maar die staat niet zo mooi. Maar ik vind deze, ja, leuk kleedje. Leuk dekentje. En dekentjes heb je nooit genoeg. Altijd genoeg, maar nooit te veel. Het is vandaag donderdag en we hebben nu natuurlijk 2 stakingsdagen.
En ik ging niet staken door ergens naartoe te gaan, maar door te werken aan al mijn werkdruk. Dingen die ik niet heb kunnen doen door veel werkdruk, dus achterstallige dingen. Dus vandaag doe ik dat voor mezelf en morgen dingen voor... Oh, er gaat een poes naar boven. Nee, dit vind ik echt niet leuk, want ik moet nu... Ah! Stond dat op camera? Ik schrik me helemaal... Ik vind dat dus heel eng. Oh. Nou, morgen dus naar school en vandaag kan ik het vanuit huis doen omdat ik gewoon nog niet helemaal lekker ben. Maar ik zou naar de kapper gaan, maar ik was natuurlijk ziek, dus ik kon nu terecht. Dus ik ga nu naar de kapper, dat zit tegenover mijn huis. En dan ga ik wel even sporten. Ik weet niet, ik krijg de hele tijd koorts, ik krijg hier ook koorts van. Maar een beetje make-up erop geknald en frisse lucht is goed. Dus naar de kapper en dan door naar de sportschool. Ik ga het gewoon proberen. Bewegen is gezond en dat binnenzitten word ik ook niet beter van. Maar ik ben zo misselijk, ik heb keelpijn, mijn verkouden, koorts aanvallen, nog steeds buikpijn. Het gaat echt niet lekker, maar goed. 2 dagen thuis gezeten, ik vind het wel mooi zo. Ik kreeg echt 3 dagen geleden of zo een berichtje van een webshop. En dat zijn van die mailtjes waar ik normaal niet echt de tijd voor heb om op in te gaan. Maar nu was ik ziek en ik dacht, hoe leuk, ik heb er nu tijd voor. Dat is de webshop Bubbly. Kijk, veel plezier van de producten over. Het is een smaak bij H. Het was heel leuk. Ze ging me op Instagram volgen. Toen zei ze van ja, ik zag je Instagram en mijn collega die volgt je vlogs. En die zei dat je nu verliefd bent en zo. En we hebben een hele leuke Valentijnsactie. Dus wil je wat uitzoeken? Nou, ik vond het echt, ze hadden geweldige producten. Want soms heb ik dan iets van, oh, dan zie ik 1 leuk dingetje. Maar ik zag letterlijk, nou, ik vond die hele website super leuk. Ik kon echt niet kiezen. En ik heb dus dingen voor haar uitgevoerd voor Valentijnsdag en iets voor mezelf. Maar soms moet ik even de naam afschermen. Maar het is zo leuk. Oké, het eerste is dit blikje. Je hebt dus verschillende blikjes. Je hebt hartjes en rechthoek en zo. En ook hele leuke cheesy printjes met liefdesteksten en zo. Maar ik wou het niet allemaal te cheesy doen, want we hebben nog niet eens officieel relatie. Bla bla bla. En hij is niet zo van de cheesy. Ik bedoel, als we ophangen zeggen we doe je mazzel en niet kusje of zo. Maar ik vond het wel leuk om 1 cheesy Valentijnscadeautje te doen. En dit is dus Haas Vouchers. En hier, dit ga ik dan dus geven. En hierin ga ik van die coupons doen. Bijvoorbeeld voor een massage. Of voor een keertje koken of zo. Dat vind ik altijd super leuk. Dus dat ga ik hem voor Valentijn geven. Dan heb ik echt een super mooi kookschort. Wauw. Donkerblauw ging ik voor met zilver. En het ziet er zo chic uit. En hieronder staat dus de naam. Ik zal hem even omdoen. Nou, superleuk. Echt hele mooie kwaliteit. En ik vind het heel leuk, want ik zie het al helemaal voor me dat hij dit aan heeft. Het lijkt me echt super sexy. Dus ik ga even kijken of ik alles met Valentijn ga geven. Of dat ik nog even wat ga opsparen voor een andere keer. Oké, dit is heel leuk, want hij heeft dus geen badjas. Dit is echt heel tof. Kijk. Heel vet. Even kijken hoor. Lekker mannelijk. Grote haar erop. Dit is maat SM trouwens. Ze hebben ook LXL, maar ik heb SM gedaan. Hij heeft denk ik dezelfde maat als ik. Dus dat is helemaal precies goed. En het is dus ook echt gewoon een mooie, hele lekkere badjas. Nou, dit is vet. Ik zag dit op een Instagram en toen dacht ik, dit moet ik. Zo'n heupflesje waar je dus drank of zo in kan doen. Dat was ook helemaal niet zo heel duur. Heel tof printje, zoals je kunt zien, met een beetje structuur. En dan antraciet. Lichtgroene, soort van pastelgroene bliksemschichten. Je kan natuurlijk een andere kleur, andere print, andere naam. Dus deze heb ik ook voor hem. Ik moet echt even kijken wanneer ik wat ga geven. Maar dit vind ik wel heel cool. Heel leuk. En dat was voor hem. En dan heb ik voor mezelf iets heel leuks. Wat ik echt... Ik zag dat ik zeg, mag ik dit alsjeblieft voor mezelf? Want je kon je eigen dopper personalizen. Oké. En dit is dus de thermosdopper. En de roze panterprint. Charlotte is superleuke letters. Dus deze mocht ik voor mezelf. Echt heel leuk. Hier ben ik zo blij mee. Ook voor de zomer. Koude drankjes. Vooral dat ik nu weer veel meer water aan het drinken ben. En ik ben mijn eigen dopper eigenlijk kwijt. Hij is ook helemaal niet zwaar. Ik was dus bang dat die thermosdopper veel zwaarder was. Maar deze heb ik dus voor mezelf. En dat heb ik dus allemaal gekregen van Bubbly. En daar ben ik heel blij mee. Dus echt, neem even een kijkje op die website. Als je iets zoekt. Want ze hebben echt een mega keuze aan gepersonaliseerde dingen. Maar super, super, super leuk. Snelle service. En echt niet zo duur. En ja, gewoon heel toffe site. Dus ik vond het heel leuk om met ze samen te werken. Ik heb gesport. Morgen ga ik weer werken. Ook voelde ik me niet lekker. 2,5 dag thuis zitten vind ik wel genoeg. En nu ga ik jullie weer even de realiteit laten zien. Volgens mij vinden mensen dat wel leuk. Oeh, ik viel bijna van naar achteren. Oh, daar hangen trouwens nieuwe dingen voor. Kom maar, die haal als het goed is dit weekend van mij wil shooten. Wasje, zwart, te weinig. Altijd het probleem, maar ik moet het een keer wassen. Dus deze legging erbij. Wit, gekleurd. Die doos wil ik al 2 weken voor jullie filmen. Dat ik het ga passen, maar ik voel me steeds niet lekker. Dit zijn allemaal broeken die ik wil gaan passen. Hier de kleding van Chiquelle die ik nog wil laten zien. Daar wat ik net liet zien.
troep. Ik ga dit beddengoed wassen en wit beddengoed erop doen. Want dan kan het meer met gekleurde was en haak komt. En ik drink citroenwater. Hier is echt een zooi. Hier heb ik trouwens nieuwe manden voor ook. Dat wil ik ook niet laten zien. Maar eerst stond alles los, maar nu zit gebruikte spullen, douchegels. Spullen die ik altijd gebruik, zeg maar. Die dubbel zijn om aan te vullen. Nou ja, dat is een beetje een zooi. Zal ik een beetje zooi bollysferen? Ik laat jullie gewoon even de realiteit zien. Vuilniszakken. Want ik ga de prullenbakken legen. Dat soort dingen. Nou, op zich is het allemaal wel geordend hoor. Wat ik nu eerst ga doen is het bed leegmaken en het beddengoed afhalen. Dit zijn altijd van die dingen. Heel veel mensen zouden het opschrijven en ik doe dat niet. Maar dat je echt denkt, wat moet ik ook wel doen? Heerlijk als het gedaan is. Ik vind dit soort taken dus echt totaal niet erg. Ik vind het juist wel leuk. Alleen je hebt er nooit tijd voor. Ik voel me wel echt niet meer ziek, maar ik ben nog steeds zo duizelig. Hoofdpijn. Heel veel keelpijn. Met slapen, heel veel kouden, hoofdpijn. Je blijft gewoon kwakkelen. Ik ga wel morgen na mijn werk voordat Haak komt even stofzuigen. En dan is het wel voor mij om keuken even schoonmaken. Zo vies wordt een huis niet als je alleen woont hoor. Ja, Bolly. Daarom even stofzuigen. Eigenlijk haat ik alleen stofzuigen. Om bijvoorbeeld dingen schoonmaken met doekjes. En schoonmaken vind ik best leuk. En ik vind het gewoon veel tijd kosten. En wasjes draaien, vuilniszakken, vaatwasser vind ik helemaal niet erg eigenlijk. Wat ik zeg, het kost alleen veel tijd. Dat vind ik gewoon stom. Maar ja, ik heb nu al 2 vlogs klaarstaan. Dus ik heb nu al tijd. Maar ik moet wel echt naar de rapporten. Nu doe ik even een prullenbak in de badkamer hoor. Nou, hier kan nog ook de vuilniszak van het prullenbakje in de wc bij. En dan is het lekker vol. Ja, zakken zijn ideaal voor dit, want voor de vuilnis beneden is dat te weinig ruimte. Kijk, dit soort dingen. Ik weet nooit waar ik de lampen en zo moet leggen. Oh ja, ik had hier een soort vaag bakje met batterijen. Oké, dat is mooi. Had ik verteld dat ik mijn make-up, doorzichtige make-up kubus had weggegeven aan iemand? Die is nu dus weg. En daarvoor is dit mijn enige make-up nog. Van gebruikte make-up. Goed hè? Nou, dit is nog steeds mijn DM-shoplog van Düsseldorf. Hoe heet die plaats? Berlijn. En hier staat nog steeds mijn New York shoplog. Ik ben gewoon steeds niet lekker. Ik kan gewoon niet. Ik heb heel veel spullen eigenlijk. Waarom filmt hij zo raar? Die haat ook bed opmaken. Ik haat het. Zo stom weer. Ik denk ook dat als ik hem binnenste buiten in de wasmachine doe, dat hij dan minder goed schoon wordt. Omdat de binnenkant viezer is. Maar dat zal wel niet. Hi Molly. Gezellig hè deze dagen dat ik zoveel thuis ben. Tweede klas. Ik zie hem drinken. Het is gewoon bed altijd wel lekker als je bijna niet meer ziek bent, vind ik. Ik kan echt niet tegen als het gerimpeld is hoor. Het moet echt helemaal strak. Eeuw. Echt niet tegen. Het is gewoon te groot. Ha, is stickers van mij aan het maken op WhatsApp. Dat is echt hilarisch. Het idee dat dat kon. Nou, ik wist het wel, want Joey heeft, van Lotte heeft altijd foto's met frikandellen. Ik heb er nooit bij nagedacht hoe dat moet. Veel makkelijker. Eerst stond dit deel van het bed tegen de muur aan. Dat was echt niet te doen. Oh. Jeetje. Ik ben echt bejaard aan het worden. Auw. Ik ben helemaal te ijzelen. Ik kan gewoon niet zo goed lang muziek zijn. Ik kan het niet. Ik weet dat Rup had altijd een truc hiervoor om dat te doen. Ik kan dat gewoon niet. Dat je hem zo binnenste buiten flapt. Ik kan het wel, maar ik
Ik vind het te moeilijk. Oh, hij is al binnen zwijt, dus ik kan het een keer proberen. Hoe moest dat ook weer? Hier helemaal erin gaan. Hoe maken jullie je bed op? Dit vind ik nou interessante dingen in een vlog. Om te zien hoe je bed op maakt. Huh? Daar ook knopen? Ik wil geen knopen. Overal zitten knopen. Voor mij is deze vierkant, dan maakt het niet uit. Is bed een goed vierkant? Is dat 2x2? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Soms voel ik me een beetje dom. Sorry kinders, soms ben ik een beetje dom. Alleen mijn bed staan is vies. Nee, doe maar. Hallo Bolly. Magic. Voor mij moet het echt precies goed in de puntjes zitten, anders word ik gek. Wie heeft dat ook? Die spastische dingen. Als het niet precies in de puntjes zit, word je toch gek? Zoals hier. Het zit niet in de puntjes. Heerlijk. Nou, één nachtje. En verder is hij schoon voor haar. Eén nacht heb ik er dan in geslapen. Wat een luxe, ha. Als ik bij haar kom, dan is het 2 maanden niet schoongemaakt. Nee, dat valt wel mee hoor. Nou, het gaat weer heel leuk zijn om dit te editen. Bed is gedaan. Veel mooier. Veel hotelachtiger. Nou, dat waren wel weer genoeg beelden voor jullie. Mensen die nu gaan zeggen van het is belachelijk dat je zoveel bestelt en zoveel retour stuurt. Ik bestel tegenwoordig echt niet meer zoveel. Maar ik zoek al eeuwen naar een broek. Ik word er gewoon gek van. Ik kan het niet vinden in de winkel. Dus ik heb nu van alles besteld. Dus vandaar. En ik hoop gewoon dat er wat tussen zit. Mensen die dan straks een broek zien die leuk is. Ik ga die allemaal filmen. Want dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik haat broeken passen. Mocht er goede tussen zitten, zal ik hem even laten zien. En als ik vergeet het linkje te geven, dan moet je dat maar even in de comments vragen, oké? Ja, dat zie je dus niet. Maar de eerste die ik pas vind ik echt prachtig. Het is een flirtbroek van Only. Hij is net wat lang alleen. Maar kijk, het is een corduroy. Jeetje, het is altijd moeilijk om te laten zien, zeg. Kijk. Kijk, ik vind hem net wat... Ik vind hem hier prachtig. Maar ik vind hem zelf mooier als hij net als Benny van de webshop iets minder wijd. Maar ik wil sowieso één flirtbroek houden, dus ik ga ze gewoon even allemaal passen. Maar ik ben bang dat deze gewoon net te lang is. Want ik draag deze schoenen eronder. Wow, leuk dit. Super tof dat ik dit eindelijk durfde te dragen. Want ik dacht, ik koop er nog een, want ik heb alleen met bliksem. Het is een maat L. En hij kost maar €35. Ja, ik vind het heel gaaf. Maar ik heb er nog veel meer, dus we gaan even door. Ik vind het mooier als het iets minder wijd is, maar ik vind hem wel heel vet. Oké, next. Catwalk Junkie, dus die is wat duurder. Maar ik dacht, die doe ik ook maar. Maat L, €50. Volgens mij staat dit echt minder mooi. Hier is hij minder mooi... Hij is minder flatterend. Hij gaat hier een beetje dubbel. Dit hangt een beetje losjes. Ik vind deze echt minder mooi. Oké. Okay. Heel leuk om dit soort broeken een keer te passen, zeg. Van Accept. Ik laat het eerst jullie zien hoor, voordat ik zelf kijk. Maat M, maar hij heeft eigenlijk wel een L. En soms heb ik een M besteld. Want vaak bij mij... Ik heb maat 40-42 vanwege dit. En bij stretch is dat dus niet. Deze ook minder, denk ik. Zien jullie het patroontje? Nee, hè? Tuurlijk. Het is gewoon niet te doen bij rib. Bij zwart. Hier zit een lijn en zit wat lichte rib in. Volgens mij is de eerste nog steeds het mooist. Maar ik dacht namelijk, mochten de maten niet goed zijn, kan ik nu nog voor 12 uur bestellen. Dan is het er morgen. Deze is van Vero Moda. Maat M. Ik dacht dus toen ik hem uitpakte van, oh bah, dit is echt zo'n zakelijke broekstof. Maar ik vind deze stof super mooi. Alleen ik vind hem te kort. Maar die stof is echt prachtig. Zo'n stof. Echt zo'n sollicitatiegesprekstofje, weet je wel. Nou, het is zo ontzettend moeilijk om 's avonds dit soort dingen te laten zien, jongens. Maar ja, net te kort. Maar dit is dus echt een tip. Als je wat korter bent, want ik vind hem nu zonder schoenen eigenlijk al te kort, namelijk. Ja. Niet zo leuk staat het bij mij. Dit is een M trouwens, hij is vrij strak, maar ik denk dat L te groot zou zijn. Het is Noisy May in M. Heel goed. Nog vrij ruim. Wow, maar dit is leuker dan ik had verwacht. Maar durf ik dit te dragen? Ik vind gewoon dat het net 2 kilo lichter moet. Vind ik. Ik vind dat, hè. Dit is van Anytime. Maat 40. Fluweel. Ik vind het gewoon niet zo mooi als je hier gaat plooien. Waarschijnlijk zien jullie dat niet. Tuurlijk. En hij is hier zeg maar heel ruim. Dat vind ik ook niet zo lekker. Het is allemaal al vrij oké, maar niet geweldig. We zitten samen de broeken terug te kijken, hè, Bol? En jij staat mijn gezicht te bekouwen.
Die van Accept vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dus misschien ga ik die even in een L erbij bestellen. Ik heb geen zin in spijkerbroeken, want die zitten toch nooit goed. Drama. Wie heeft ook altijd spijkerbroeken drama? Ik stel jullie heel veel vragen. Ik ben benieuwd wie er gaat antwoorden. Er zit een spijkerbroek bij die oké lijkt. Bij mij is het altijd of hier te strak, of hier te wijd, of hier te wijd. Mijn benen zijn in verhouding dunner dan mijn omvang. Het is Vera Moda Sophia. Skinny jeans, soft. L, lengte 32, €35. Dit is serieus, weet je, ik ga toch nooit een fantastische broek vinden. Het enige vervelende is dat dit zo'n broek is die precies hier knelt, waardoor ik het dikste gedeelte van mijn lichaam tot een vette bol wordt samengeknepen. En ik dus nooit iets in mijn broek kan dragen. Het maakt me gewoon dikker. Maar hier kan ik dus wel een trui op dragen. Ik heb gewoon een broek nodig. Maar ja, eigenlijk moet ik mid-waist hebben. Of low waist. Dat is precies op mijn buik valt. Deze valt mooi skinny van onder. Maar ook dit heeft hier veel te veel ruimte. Ik weet niet of jullie dat zien. Super veel stof over. En hier ook. En dan zit hier weer zak. Dus het is eigenlijk ook niet goed. Weet je, het kan wel. Maar ik vind het zo. Ook niet denderend. Maar ik heb gewoon echt een spijkerbroek nodig. Maar het is gewoon niet mooi. Dus dan lengte 32 is weer heel kort. Net dat ik lengte 32 was heel lang. Hoe kan het nou? Dit is gewoon niet leuk aan die oliebroeken. Die knellen zo erg je buik af. En oh, dat is diezelfde als net. Zo wijd hier. Het is hier gewoon te wijd. Maar als ik hem strakker neem, is hij hier te strak. Dus het is gewoon niet goed voor mij. Nee. Het zit nog vrij prima, maar dit ga ik nooit dragen. Dat durf ik niet. Nee. Ik vind gewoon bij broeken, hè. Mijn benen zijn het mooist of bloot of met een joggingbroek. Wat ik heel raar vind. En zo'n broek maakt mijn benen gewoon niet mooi. Gewoon niet mooi. Dit jurkje is van Zalando, dan van Only. Ik vind hem echt heel cute, maar ik vind dus altijd dit. Ik wil ze altijd open hebben. Het valt heel erg leuk. Only is wel echt voor mij top, behalve de broeken dan. Nou, daar ga ik wel even over nadenken. Ik wil ook echt kleding zelf ontwerpen. Kijk hoeveel leuker die jurk meteen is. Open kraag, getailleerd. Voor mensen met mijn figuur. Nu is het super cute. Maar dit is wel meer zomers. Ik weet niet of dit leuk is met een panty en boots. Die tip. Niet verwacht, want het is maar 20 den. Het is deze van Zalando. Ik weet niet wat die kost. Maar totaal andere stof dan die van hen neemt. Dit is zeg maar zo'n hele zachte panty. Het is een M, maar hij valt... ja. Nog vrij groot zelfs. Want kijk, hij is best wel donker. Ik vind het mooi als hij wat lichter is zoals hier. Maar ik heb hem niet heel goed aangetrokken. En met bepaald licht is hij... Deze ga ik zeker wel houden. Waarschijnlijk mag ik wel niet eens terugbrengen. Maar kijk, zo'n jurkje vind ik toch minder leuk. Zie je? Dus dit zou ik echt alleen in de zomer of lente dragen. Dus ik ga hier even goed over nadenken. Maar ik vind hem echt tof zo. Kijk het jurkje nu, hoe leuk. Hallo, ik voel me niet lekker. Dat zie je ook wel. Ik ben al best wel lang op werk. Ik ben nu bezig met... ik heb net alle rapportdingen geprint en ben nu in mapjes aan het doen. We hebben nu zingen, maar ik ga echt niet. Ik ben echt niet lekker. Als ik dat gedaan heb, ga ik thuis even door aan de rapporten. En even een beetje... Ik heb het ook zo koud. Tot rust komen. En vanavond lekker naar de film. Heel leuk, mijn buurmeisje heeft wat voor me aangenomen. Ik heb namelijk een smecht broodrooster besteld. Ik wil graag een broodrooster, want voor mij is het heel goed om getoast brood te eten. En smecht vind ik fantastisch, maar het is natuurlijk super duur. Maar broodrooster is het enige wat dan nog redelijk betaalbaar is voor iets van smecht. En ik mocht hem voor €100 kopen in plaats van voor 135. Omdat ik dit aan jullie laat zien. Maar ik heb hem dus wel gewoon zelf gekocht. En ik vind het echt super tof. Ik ben zo excited. Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk niet echt een mooie keuken of zo. Dat hij een mooi plekje krijgt. Dat is wel jammer. Eigenlijk is het helemaal niet slim. Want ik heb een klein huis. Maar het is zo mooi. Oh my god. Mijn moeder en ik zijn ook echt allebei verliefd op smecht. Love it. Heerlijk. Oh, zo prachtig. Ik ben benieuwd wie van jullie dit ook echt prachtig vindt. Of dat je iets hebt van... doet me echt niks. Ik vind het zo tof. Ja, hier ben ik heel blij mee. Ik kon nu even een powernap doen. Als dat me lukt. Want die merkt wel, zodra je weer gaat werken. Ik voel me meteen echt helemaal moe, ook al waren er geen kinderen. Ik ga met H ook lekker rustig aan doen dit weekend. Dan denk je misschien, als je niet lekker voelt, dan ga je hem met H afspreken. Maar ik kan hem natuurlijk maar om het weekend zien. En ik verheug me er heel erg om hem te zien. En bij hem voel ik me ook altijd zo goed en chill. En word ik heel rustig.
Dus voor mij is het juist goed om met haar te zijn. Misschien dacht je het trouwens helemaal niet. Dit is mijn roodrooster. Zo mooi. Maar ja, waar zet je het, hè? Maar ja, zo kan je er ook niet eens brood in doen. Het slaat ook meer. Dat jullie mij nu kunnen zien, wat grappig. Wow, ik had zoveel vaker hier kunnen filmen. Oh nee. Waterkoker hier? Ik vind het niet mooi als mijn smeg hier staat. Oh, hij kan ook in mijn vensterbank misschien. In plaats van al die kruiden, wat er toch niet mooi uitziet. Oh, ik vind het leuk. Water. Hydration. No, 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 no. Maakt mijn keuken niet mooier. Zodat het een hele dure is. Of wel? Heb ik het... Ja, ik vind het wel tof om die twee drankflessen daarboven te hebben. Daarom had ik die wel neergezet. Ready. Ik heb er nog best wel wat goeds van kunnen maken, zeg. Superleuk. Nieuwe flarebroek van Only. Met mijn schoenen. Het rolstopje wat ik bij New York heb gekocht, nooit aangehad met een goede BH. En dan een nieuw jasje van Komodo overheen. Super, ja, tof, toch? Stoer. Leuk, gaat het in de auto. En ja, echt wat van kunnen maken, top. En wacht even, een molletje erin. Komt goed. Geen geheugen. Ik heb al net dat ik heel veel dit doe, dat is super irritant. We zitten hier, dat is zeg maar tegenover de paté. Oh, de kaart is al weg, maar we hebben udon-noedels met biefstuk. Dit is het voedsel. We waren dus naar Hans en Grietje horror, maar het was echt geen horrorfilm. Ik ben heel snel bang van geluiden en beelden, maar het was echt niet eng. Er waren misschien 6. Een beetje enge momenten, maar niet eens dat je deed of zo. Het was gewoon niet eng. Het verhaal was best wel slecht dat je dacht, nu komt het of zo. Toen was de film eigenlijk al afgelopen. Het duurde ook heel erg kort. En ik raad hem denk ik echt niet aan. Gewoon niet. Ook niet voor bepaalde soort mensen. Raad toch? Gewoon nee. Gewoon nee. Echt geen leuke film. De vorige film die we hadden gezien was ook al niet leuk. Dus, top. Morgen, hij heeft weer ei gemaakt. Hij is heel goed in ei maken. Het lijkt net marsepein, vind ik dit. Wow. Echt een pro. En lekkere geitenkaas had ik gisteren weer gehaald bij de geitenkaas. Bij de kaasboer in Muiden. En ontbijtspijs. En opmaken en zo. Goed zo. Lekker vlog. Wat zei je nou? Jeetje, gelukkig stond dat er niet op. Nou, daar zitten we weer in de auto. Ik heb me voorgenomen om meer te vloggen. Dus dit zijn de beelden die jullie krijgen. Ha gaat vandaag vast. Oeh! Die stond bijna weer op beeld. Ha gaat vandaag, als het goed is, foto's van me maken voor Komma. En we hebben allebei heel veel schilfers. We hebben allemaal schilfers op ons gezicht. Allemaal schilfers. En we gaan bitterballen halen voor oma. De muziek doet het ook niet. Het is altijd laag 13. Oh, ook al is er geen regen. Wat een slecht muziek er weer. De kevertjes hebben fan. Wel, hierdoor was het gezakt met rijles, door wat jij nu doet. Omdat jij nu zeg maar zo hard scheurt. Huh? Oh, dit is gewoon de goede afslag. Dit is gewoon de weg naar oma. Blijkbaar stuurde die je dus daarom had ik het ook niet door. Als ik dit kan spelen. Oh. Voor oma moest hij er. Hier is de zwembar. Oh, je kan hem hier even zetten, of niet? Oké, ik zit bij oma. Wil jij ook in even op? En A is even boven. Want hij wou de sokken gaan kopen in Hilversum. Toen zei oma, ik heb nog de sokken van opa, wil je die? Maar hij zegt dus altijd nee. Toen zei hij uiteindelijk ja. Nu zijn ze dus samen boven sokken aan het uitzoeken. Die zegt hij, het is toch raar, ik kom hier net en nu krijg ik sokken.
Hij wil nooit veel dingen aannemen. Dat is zo irritant. Doe hij bij mij al. Maar iedereen geeft hem altijd spullen. Ik geef hem spullen, mijn vader geeft hem spullen en hij vindt dat niet. Hij kan dat niet aannemen. Zet hem op zo, Erika. Lekker aan de wand. Die lagere scholen. Nee, middelbare scholen. Gezellig. Ja, en ook in andere talen, hè? Voordat jij voor een ander zorgen kan. Ja. Want als jij niet goed voor jezelf zorgen, is ook zo. Kan je ook niet voor een ander zorgen. Ja. Superleuk, ik hou hiervan. Moeten we nog iets hier halen? Vleespens. Geen moord, maar wel alles in het werk stellen om heidehoning. En die heidehoning moet aan een bepaald percentage doen. En zit het er niet in, of haalt het een bepaald percentage niet, dan mag het geen heidehoning heten. Dan is het heidemelange. Oké, hij heeft net foto's van mij gemaakt. Ik ben helemaal vergeten te vloggen, super stom. Maar het is zo leuk, hij was echt super geduldig. We hebben alles op de foto gezet. En eigenlijk de twee jasjes zijn het allerleukste. En de blouses waren een beetje op de gok. Daar heb ik ook maar 3 van ingekocht. Maar die twee jassen moeten jullie echt gaan kijken. Ik wilde het ook voor jullie vloggen, maar dat ben ik dus vergeten. Maar 2 superleuke jasjes die nu helemaal in zijn. Dus check even de site. Maar ja, waarschijnlijk is het er al niet meer als ik dit laat zien. Maar hij is nu met oma aan het kletsen. Ik ga even buiten staan, want oma wilde niet in en hij wilde niet in. Oké, jongens, dat is superleuk bij oma. Hij is dus de eerste die... Nou ja... Mijn ouders hebben hem dus 5 minuten gezien toen we Bolly gingen brengen. Maar eigenlijk is mijn oma de eerste die haar nu echt ontmoet heeft. Dat vond ze wel heel leuk. En mijn tante, Inger. Dat was echt super leuk. En we hebben gewandeld. We hebben meel gehaald dus. Voor pannenkoeken, vet lekker. En alle kleding kunnen shooten. Heel blij mee. En nu gaan we even naar Hilversum. Even lekker lunchen, whatever. Het is 4 uur. Bij Your Coffee. Ik ga even dingen naar Zara terugbrengen. Haan gaat een broek kopen. Even rondlopen. Ik wil heel graag nog voor elektrische piano's kijken, maar dat zit in Amsterdam, dus dat gaan we niet meer redden vandaag. En het is super lekker weer, echt heerlijk. Lekker waarschijnlijk. Dit is zo lekker, jongens. Dit is Ginger Glory met gember en peer of zo. Die gaan we delen. Dit is echt heerlijk. We zitten weer bij Your Coffee. Nou, weer. Ik zit hier natuurlijk altijd. Hij is er voor het eerst en ik heb een cappuccino. Oké. En dit is, ik heb nog nooit iets anders genomen bij Your Coffee. Terwijl alles heel lekker is, maar ik vind dit gewoon te lekker. Mijn tante vroeg net aan mij of ik of ze wilde water geven aan de bloemen bij opa's graf. Maar zij kan geen autorijden, dus zei ik dat ik het wel ging doen. Maar ik ben dus nog nooit op de begraafplaats geweest, want ik hecht niet zoveel waarde aan begraafplaats. En ik geloof niet dat zijn ziel hier zeg maar ligt. Maar op zich vind ik het eigenlijk wel mooi dat ik er nu een keer ben. Want ik heb het nog nooit in het echt gezien dat de steen er ook ligt. En ziet er, die bloemen zien er wel echt dood uit. Maar kijk, mijn tante heeft hele schattige fimo-klei dingetjes er neergelegd. Het is dus 18 april, dus het is alweer een jaar geleden. Dit is bij de IKEA. Ik heb dit. Dit deel ik met H. En H heeft bier. Ik durf nooit te roken, maar vanochtend vind ik het ongemakkelijk. En we gaan kijken voor een extra deken. En we gaan matrassen testen en powernapjes doen op de matrassen. We zijn dus in de IKEA, maar eigenlijk slapen we dus niet lekker. Oh, ik ben heel moe van de airco hier in mijn ogen. Maar we hebben dus, hoe heet het? Ik heb dus mijn bed al verplaatst, dat scheelt, maar we vinden eigenlijk het matras te hard. Ik zal maar nu pas opnieuw zijn bed kennen dat ik het dus te hard vind. Maar een matras, ik wil best een ander matras kopen, maar dan moeten we wel zeker weten welk matras we chill vinden, zeg maar. Het lijkt me alsof ik tegen niemand loop te praten. Maar we hebben ook zeg maar een 1 deken en dat vinden we ook niet zo chill, dus ik koop nu zo'n vet cheapy deken, waar volgens mij is die prima, van 3 euro, zo'n cheapy binnenkant. En dan wel gewoon de basic witte, maar wel katoen, 15 euro. Weet je, het is ook zonde om allemaal dingen te gaan lopen kopen die eigenlijk net niks zijn. Dan denk ik, moet ik dan niet gewoon een goede hoes kopen? Want stel je wil wel ooit 2 lossen, dan kan je beter meteen een mooie kopen, weet je. Maar ja, wit is prima, een witte. Ik weet niet, maar ik vind het zonde om dan nu voor 60 euro een hoes te gaan lopen. En nu denk ik, ja, dan ga ik meteen even kijken of de lampen, want die heb ik ook nog steeds nodig. Ik moet dus een kap hebben waar Bolly niet op kan, zodat Bolly niet mijn huis onder kan poepen. En dan kom je snel bij zoiets uit. Ik vind het eigenlijk wel tof en misschien kan Hamer wel helpen ophangen. Maar wat kost zoiets? Die zijn toch best wel gaaf in mijn huis, eerlijk. Wel groot, maar wel gaaf. En die heb je ook wel soms bij de Action, dat soort kappen, maar die zijn altijd uitverkocht. Kijk, zo groot is het helemaal niet. En het kost... €24,95, dat valt wel mee. Dus of deze, maar welke... Even kijken. Hij kan er alsnog wel op zitten, maar dan valt het op de kap, de poep. Hoe goor het ook klinkt, maar ja, liever dat.
Of... ja. Zoiets. Ik ga het wel even aan H vragen wat hij vindt. Het moet ook maar niet te groot zijn. Ik had dus zeg maar die dingen gekocht, maar ik weet niet hoe je dat moet bevestigen. En dit kan ik wel. En H sowieso. Maar ik denk dat ik dit wel tof vind in mijn huis. Thuis en ik was mijn make-up aan het afhalen op mijn gezicht, want ik heb hele droge huid en olie aan het opdoen. Toen vroeg hij ineens om een schroevendraaier, terwijl ik dacht dat hij aan het chillen was. En nu is hij dus mijn lampen aan het opvangen. En dat kan natuurlijk niet filmen. Kan dit wat jij doet? Op mijn tafel staan? Ja. Hij staat op mijn tafel. Ik voel lekker mijn pyjama aan. Top. Eerlijk, hoe mooi kleurt het bij mijn huis? Die kleur is mat zwart. Heel mooi. Jongens, kijk. Hij heeft deze ook opgehangen. Nu moeten dus nog die dimbaren erin. Ik hoopte dus wel dat het heel mooi zou staan. Kijk, nu is het heel fel. Een beetje zo zien. Kijk, het hangt super mooi recht. Dat heb ik nooit eerder gehad. Bolly kan ook niet proberen zelfmoord te plegen daar. Kijk hoe mooi het match met die lijsten van mijn schilderij. Met mijn tv, met dit. Ik heb een heel girly wit huis. En ik heb expres voor zwarte accenten gekozen. Ook met deze kast en met dit. Toen dacht ik, zwarte lamp. Het is echt prachtig. Zo blij mee, want dit zijn echt van die dingen die... ja, uiteindelijk kan je het wel zelf, maar ik weet echt niet hoe dit moet. Dus hier ben ik heel blij mee. Zullen we allemaal even H bedanken in de comments? Bedankt H. Oh, nee, wacht, ja, doe eens uit. Kijk, nu zie je hoe mooi het is. Zo mooi. Nou, het is echt af alsof het nooit anders had moeten zijn. Ik vind het echt prachtig, ik ben er super blij mee. Hij is nu bezig ook nog met de lampen ontdekken, want kijk, hij heeft hem trouwens lager gehangen. Oh, dit is raar. Wel gelegd. Wow. En ik heb ondertussen dit neergezet. Huh? Doet hij het nu al? Wat? Zo snel en makkelijk. Hè? Huh? Het is echt het makkelijkste systeem ooit. Het kan echt zelfs een dier begrijpen. Wow, dit is echt super. Ik vind dit dus te warm. Dus ik ben blij dat ik de koud en warm versie heb gekozen. Dit is voor mij te warm, denk ik. Dit is dus een plakje op de muur. Of schroeven moet je het. En dit is... nee, schroeven toch? En dit is magnetisch. Dus je kunt dit gewoon ook op de bank naast je leggen. Zodat je de hele dag met het licht kan spelen. Wow, dit is echt geweldig. Ik zie ook dat Haat ook geweldig vindt. Nou, dit is fantastisch. En deze was 30. En die lampjes waren 18, maar je hebt dus een set met dit en een lampje voor 28. In plaats van als je het loskoopt 33. Dus je kan het beste dat setje kopen van die en een lampje voor 28. En dan koop je voor 18 lampjes erbij. Nou, het is het echt meer dan waard. Nu hoef ik ook niet meer kaarsjes aan te steken. En dat is weer slecht voor Bolly en zo. Dus dit is echt een tip. Good morning. Hi, ik heb net gejogd. Dat vind ik super sexy. Nu gaan we, hebben we allebei niet zoveel honger. We gaan koffie drinken. Ik ga een smoothie maken met deze. Van de Albert Heijn voor het eerst. En dat ziet er dus zo uit. Eén van zo'n zakje. Zitten er twee in. Dit erbij. Een beetje gatver, niet dit. Een beetje Arla vanille yoghurt en wat muesli. Ik ben nog nooit eerder gemaakt. En dan gaan we dat drinken, koffietje. En dan gaan we lekker naar de pianowinkel. Daar heb ik echt super veel zin in. Ik heb er zelfs 3 keer over gedroomd. Zijn we weer. Dit weekend gaan we dus niet naar de kroeg en zijn we eigenlijk... ik ben echt minder ziek geworden natuurlijk. Ik was ziek, hè? Ga je nou hoesten? Oh, waar moet ik eigenlijk heen? Huh? Waar is mijn telefoon? Hier. Hou op! Deze muziek is zus. Nou, hou op! Dan doe je het raam omhoog. James Watstraat. Deze heeft het aan. Oh ja, ik heb geen simkaart, zegt hij tegen mij dus. Oh, hier. Ik heb een oorbel. Mag misschien goede muziek aan? Wow, hij is super beschadigd. Ja. Kan je niet dansen, anders ga ik je filmen. Ik ga je bedreigen. Hé, hey, jij laat altijd om mijn koek oud worden doordat jij nooit dicht doet. Hey, nou, klappen! Oh. Hij zit hier te dansen op Radio Continu. Jongens, het ding van Comois. Ik zeg het niet snel, maar deze wil je echt hebben. Ik zweer het. Ik vind hem zo leuk. Ik hoop dat hij er nog is. Vandaag heb ik lekker mijn Chiquelle legging aan. Met gewoon comfortabel een hemdje met dit. Gewoon
Dat vind ik wel leuk hier aan. Ik heb vandaag eigenlijk gewoon een jogging outfit aan. Maar door het jasje lijkt het wel een beetje leuk. Weinig make-up op gedaan. Nu er lekker Anita oorbellen bij. En daar net alsof je er wel een beetje moeite in hebt gestopt. Dat is top. We gaan nu naar Bax. Deze ontbijtkoek van de Hema is vet lekker. En ik hoop dus dat ik straks een piano heb gekocht. Want ik wou het voor mijn verjaardag vragen, maar dat is nog 3 maanden. Dus ik ga liever geld vragen voor mijn verjaardag voor deze. En hem dan nu zelf kopen. Dus ik hoop gewoon dat ik er nu één meteen in kan kopen. Lijkt me echt leuk. We hebben alvast de kast in de kamer opgeschoven, zodat de piano er past en zo. Dus dat is fijn. Rand.nl en ontvang tot wat gebeurde er? Wie wil dit? Iedereen slim. Super lekker. Ja. Het is echt heerlijk. Dat zit hem in de laagste prijsgarantie. En niet te vergeten, onze seizoensaanbiedingen. Zoals zandfilet met huid. Lekker. 2 stuks voor 5 euro. Lekker, vooral nu je koud is. 1 plus 1 gratis. Icy even. Dat laat Jumbo elke dag euro's goedkoper. Oké. Als ik mijn ogen dicht doe, zou ik denken dat er een laagje boter en glazuur op zit. Super lekker. Dat is net een matras met 2 laagjes. Maar zo lekker. Geen eentje is zo lekker. Diep van binnen weet jij het ook. Zoals onze bijzondere afleveringen. Oh, dat. Oh, daarom vind ik het zo lekker. Dit is met net als chai latte. Met allemaal kaneel en zo. Ik heb dus vandaag voor het eerst een cappuccino in mijn dopper gedaan. Ik ben hier zo blij mee trouwens. Maar ik had het zat tot hier. Met melkschuim. En nu heb ik de dopper opgedaan. En nu was het maar tot hier. Dus dit is wow, mijn nagels kleuren hier leuk bij. Oh, allemaal lucht. En het is nu echt niet zo lekker. Maar je kunt natuurlijk helemaal geen cappuccino in een thermosfles doen. Dat is logisch. We gaan nu naar de Bakstore. En hij is 2 minuten van Amstel vandaan. Dus ik ben echt benieuwd waar het precies zit. Want hier heb ik ooit in de buurt ook een demo opgenomen voor Kinderen voor Kinderen. Ja, maar dat is toch onbetaalbaar? Ja, dat wil ik het liefst, maar is onbetaalbaar. 5000? Ja, dit is dus 300 euro. Hier is geen kruk. Ja, oké, okay, houden we zeker niks. Ja, dat is het gewoon. Gewoon een pedaal nodig. Wow, die is niet goed. Ik heb hem nu niet ingedrukt. Het is echt veel zwaarder. En dat wilde ik. Wil je een vlogje maken? Of gaan we je dan? Hou maar laag de camera. Eerst ging ik voor die van 400, maar nu wil ik die van 4000. Maar dat ga ik niet doen, maar dit is zo tof deze. Nou jongens. Ik had dus eindelijk de beslissing gemaakt dat ik dan ooit in een koophuis gewoon ga investeren in een mooie piano. Elektrisch of echt. En nu dan voor die van 400 zou gaan, zodat ik gewoon nu tot ik ooit een huis heb lekker kan blijven spelen. Die man zei dat alles er was. Stond ik meer dan een half uur in de rij met allemaal chagrijnige mannen die gingen voordringen. Was hij er niet. Toen dacht ik, laat maar zitten. Ik ben helemaal kapot. Oh, het is groen. Ja, we zitten in Omeco. Ik heb gin tonic Hendrix ofzo. Ziet er vet lekker uit. A heeft afvliegen. En ik ga voor deze. Heel veel zin in. Lekker. Hoe goed ziet het eruit? Ik heb echt ontzettend met saté saus. Normaal vind ik het nooit lekker, maar ik heb hier nu zoveel zin in. Super lekker. Oh. Bailes. Bon, hand van H. Bolly zit op H's schouder. Echt heel lief. We gaan dus dit spel spelen wat ik heb gekregen. Dit is de Monopoly Vrouwen editie. En hij wil het helemaal niet. Maar ik wil zo graag een keer dit spelen. Dus we gaan het nu spelen met z'n tweeën. En met Bolly. Maar kijk hoe tof. Er zitten metalen pionnetjes bij. Ik ben het wijnglas. En H is
Deze. Oh. Welke ben jij? Oh, deze is tof hoor. Die mag jij. Dat jij heel gespierd bent. Ik ben deze. Molly, jij mag deze. Oh, je ging mij er vallen, maat. Gaan we snel weer naar haar. Oké, allemaal. Ik ga de weekvlog hier weer afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden dat ik veel heb gevlogd met Hado, even je duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei.